Helemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Buiten Advies. Vandaag gaan we het hebben over waterdichte en winddichte jassen. Het is belangrijk om het verschil te weten tussen een waterdichte en een waterafstotende jas. Een waterafstotende jas, die moet je voorstellen, je gaat heel veel snel naar buiten toe. Het kan gaan miezeren en dan kan die best een spatje hebben. Alleen als je echt in een hele harde bui terechtkomt, dan zal die wel gaan doorlekken. Een waterdichte jas heeft een membraan aan de binnenkant zitten. En dat is eigenlijk een soort van fysieke barrière die jou en de buitenwereld uit elkaar houden en waar water dus niet doorheen kan. Deze twee jassen die ik hier voor mij heb liggen, dat zijn waterdichte jassen. Dus die hebben allebei een membraan aan de binnenkant zitten. Verder hebben we ook nog een belangrijke overweging die we moeten maken. En dat heeft te maken met de warmte die een jas biedt. Bijvoorbeeld een 3-in-1 jas, die biedt warmte middels een tussenlaag. Daar heb je een waterdichte buitenjas en daarbinnen een liner, zo noemen we dat. Dat is een uitneembare tussenlaag, in dit geval van Dons. Die geeft je nog wat extra isolatie, waardoor je het warmer houdt in de jas. Zodat je dus binnen de jas lekker warm en droog blijft. En omdat je hem eruit kan ritsen en bijvoorbeeld in je tas kan doen, biedt dit je wel ook heel veel vrijheid om de jas in meerdere seizoenen te blijven dragen. Alle jassen die vandaag zijn langsgekomen, moet je wel goed onderhouden. Ik zal je even laten zien hoe het eruit hoort te zien als je een jas nat maakt. Dan hoort het water ervan af te sijpelen en niet in de stof te trekken. Dus dat ga ik nu laten zien met wat water op deze jas. Kijk, dat loopt er prachtig overheen, alsof het een glijbaan is. Ja, en zo wil je dus dat het eruit ziet. Merk je nou dat bij jouw waterdichte jas het er niet meer zo uitziet, maar het een beetje in de stof gaat trekken, dan kun je de waterafstotende werking weer heractiveren met een wasmiddel. TechWash, dat is het wasmiddel. Daarmee hou je bijvoorbeeld zoutresten uit je zweet uit de jas en zorg je ervoor dat die lekker schoon is. Daarna was je hem nog een keertje. Dat zorgt ervoor dat de impregnatie weer wordt geheractiveerd. Dus dat de waterafstotende werking weer geheractiveerd wordt. Beide kunnen gewoon in de wasmachine. Maar bij Bever hebben we ook de Bever Wasservice. Je kan hem ook bij ons langsbrengen en dan gaan wij de jas voor je wassen. Kijken we precies naar wat de jas nodig heeft voor wasmiddelen. En dan doen we dat gericht. Er zijn altijd buitenexperts bij Bever beschikbaar die samen met jou gaan kijken welke activiteiten je wil doen en welk kledingstuk daar het beste bij past.